mensen zeggen van, wauw, jij bent zo'n verschijning en van jou krijg ik zoveel energie. En dan denk ik, ik ben gewoon ik. En dat is gek. Want ik dacht altijd, mensen krijgen energie van mij omdat ik aan het optreden ben, omdat ik in mijn rol zit. Maar nu krijg ik het steeds vaker te horen als ik mezelf ben. Daar moet ik nog even aan wennen. Maar ik vind het ook leuk. Ik denk dat ik stiekem door de dag heen ook af en toe mensen ga vragen van, goh, hoe gaat het nu? En ja, gesprekken. Ik wil gesprekken hebben met mensen. En ja, ik praat alles aan elkaar. En er zal een hoop geïmproviseerd worden ook. Daar hou ik ook van. Je kan van alles gaan plannen, maar het gaat toch altijd keihard linksaf bij mij. Als ik rechtsaf wil. Dus ik ben daar maar een beetje mee opgehouden om echt te zeggen van, nou, dat ga ik doen. Ik ben ook zo iemand die keihard in de sloot rent en denkt, zo, dat was misschien niet zo handig. Maar ik heb liever dat, dan dat ik echt overal heel erg diep over moet nadenken en alle grote beren op de weg zie. En daardoor misschien niet meer durf. Ja, ik ben wel een paar keer onderuit gegaan ook. Maar ja, daar word je van wie je nu bent.